De surfersclub Kota International Suriname heeft vanmorgen checks van 5.000 Surinaamse dollars overhandigd aan 20 instellingen. Zij deed dit in het kader van haar 22e verjaardag. Het totale donatiebedrag van 100.000 Surinaamse dollars is ook in het kader van het 100-jarig bestaan van Kota International, die vorige maand is herdacht. De doelgroep van Kota International Suriname zijn kinderen en jongeren met een beperking, kansarme kinderen, vrouwen en senioren burgers, zegt Ariane de Bie, president van Kota International Suriname. Daar doen wij heel veel projecten voor. En nou, jullie hebben al jullie projecten ingediend. En ik ben erg blij dat jullie uitgekozen zijn, want de commissie die heeft het heel moeilijk gehad natuurlijk. En Elva, dank jullie wel dat jullie dit ook voor de gemeenschap doen en ons daarmee helpen. Het bejaardentehuis Mayella is een van de 20 instellingen die een donatie heeft ontvangen van Kota. De vertegenwoordiger van Mayella geeft aan dat met het gedoneerde bedrag een wasmachine zal worden aangeschaft. Stichting Hoop voor Kinderen, Stichting In de Ruimte en de Jules Fernandes School zijn enkele van de instellingen die eveneens werden bedacht. Wat onze organisatie gaat doen, we zijn bezig met Hoop voor Kinderen met seksueel misbruikte jonge dames. En we proberen ze eigenlijk te laten ontdekken dat ze in zichzelf al alles hebben voor de toekomst. Want het zijn meisjes die een verleden hebben met heel veel pijnen. En ze geloven niet eens meer in zichzelf. Dus we gaan een jeugdkamp organiseren in de paasvakantie. Dat zal heten Ontpak het cadeautje in jou. Ja, van Stichting In de Ruimte. Dat is een tehuis voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking. We hebben daar een groep van 19 bewoners tussen de 4 en de 57 jaar. En de gelden die we hebben ontvangen willen wij graag besteden aan sportlessen voor de bewoners, zodat ze toch in beweging blijven. Je moet nagaan, het is een beetje moeilijk. Ze kunnen niet overal zelf gaan. Hiermee willen we dan instructeurs laten overkomen vanuit de stad, vanuit de Paramaribo, zodat ze wat sportlessen kunnen geven aan de bewoners. De vertegenwoordigers van de stichtingen Hoop voor Kinderen en In de Ruimte. Ze spraken vanmorgen tijdens de overhandiging van checks van 20 sociale instellingen door Kota International Suriname. De donaties waren in het kader van de 22e verjaardag van Kota Suriname en het 100-jarig bestaan van Kota International, die vorige maand is herdacht. De overhandiging vond plaats in het Lalaroek-gebouw.